ook vandaag zijn de zusjes, moet ik het allemaal wel goed zeggen, Lovely en Beauty, de honden van Karen en Roderick, jarig. Nou, lieve vrienden, hier is ze dan hoor. Mijn meisje, ons prinsesje Eowyn. Goedemorgen lieve vrienden, het is vandaag alweer een vrijdag 23 oktober. En we leven om 4 minuten over 11. Ik ga straks Rijke uitlaten. Want zover ik weet, komt Rebecca op visite. Ja, daar komt Kandalf aan. Ook deel. Hi man, hey lieve schat. En dan, ook vandaag zijn de zusjes, moet ik het allemaal wel goed zeggen, Lovely en Beauty, de honden van Karen en Roderick, jarig, ja. Dus ja, dat gaat hard. Ik geloof dat ze alweer 3 zijn geworden. Dus gefeliciteerd met Lovely en, Beauty, de zusjes, van harte, van harte, van harte en nogmaals van harte. Ja, wij feliciteren elkaar dan ook als er een dierjarig is. Ik heb vannacht nog gefeliciteerd, want ik was nog niet vergeten, want ik had de hele dag nog mee uit zijschool en daar komt 12 uur bel, maar mijn hoofd staat wel naar andere dingen. Met Eowyn ben ik nog steeds bezig, oké. Het leven gaat door, doen we ook wel weer, al ben ik nog wel triest. Maar ik zit ook met spanning te wachten op telefoon dat ik mijn meisje weer kan halen. Ja. Dus ja, ik weet niet wanneer dat gaat geschieden. Het kan vandaag, maar het kan ook andere week. En ja, dat is spannend nog. En ik ben blij als ik haar hier heb. Ik moet nog weer een... wat halen dat waar ze in kan. Dus daar zal ik ook nog voor op uit. Ja, en voor de rest, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Bij Corina en de Beestenboel. En ik dacht, ja, beesten, het zijn er nog maar 2, hè? Ja, helaas. Het zijn er nog maar 2. Wie weet, Corina, Rijka en Kandalf. Of weet ik wel, misschien ik er een andere naam van maak, maar ik weet het allemaal nog niet. Ik moet hier weer daar rustig wezen. Want meestal laat jij je dier op de onderzoektafel leggen wanneer het in wordt geslapen. En het lag bij mij op mijn schoot. Wordt niet vaak gedaan, nee. Dat kreeg ik tenminste te horen hoor. Dat dat niet veel gedaan wordt. En, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. Hierom hebben we, zeggen ze, op het weer een vrog, oftewel een mist, maar ik kan ver genoeg kijken, ja, misschien boven zee, ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik zie niet dat het mistig is, ik zie ook de kerk, fatsoenlijk ook het haantje erbovenop, dus ja, die mist valt nog wel mee, echt wel. Maar ik ga even Rijke lekker uitlaten en dan, daar is het netjes. Het is een potje met mosselen, want er zit nog wat mosselen in, maar dat vertrouw ik niet meer. Dat gaat door de wc, dan kunnen ze zwemmen. Ja. En voor de rest is het hier schoon en opgeruimd. En die deken moet uitgeklopt worden, dat moet de wasmachine in, dat laken van Rijka moet uitgeklopt worden en de wasmachine in. De handdoeken aan de reismand, die moet uitgeklopt worden en de wasmachine in. Hebben we een dierenwas, die kan dan gedraaid worden en dan is die deken tenminste schoon. En die kan ik dan weer gebruiken voor de volgende, want meneer Kandalf die wil ook wel eens op schoot, Rijka wil op schoot. Nou ja, oké, kom maar hoor, eerst deken eromheen, ja. Ik wil dat niet op mijn kleren steeds hebben. En trouwens, ze hebben allemaal, ik
kandel, ondanks dat hij buiten komt, scherpe nagels, want dat doet hij echt wel zeer. En die dame ook. Hé, hé, kerel. Ja, hé. Scherpe nageltjes hebben wij, ja. Dus ik zou zeggen, ja, dat gaat dan toch niet. Dat gaat je dan toch weer doen, ook al in een broek aan, dat gaat dan door je broek heen. Ja, en dat is niet een lekker gevoel hoor, die nagels in je benen te krijgen. Nee, zo, ook van Rijka niet. Die heeft ook vlijmscherpe nagels. Nou, die komt vaak genoeg buiten en in de tuin ook tegels. Dus ja, lijkt wel of die ze niet slijt. Maar ja, oké, het is ook een heel ander soort hond dan dat Frodo was. Althans, ik moet hier ook spreken over een hondje. Deden we met Frodo al, want dat was ook niet echt een hele grote. Maar in ieder geval. Lieve vrienden, ik ga er vandoor. Ik zou zeggen, geniet. En tot later weer hoor. Doei! Ja, lieve vrienden, helaas heeft Rebecca mij afgeëpt. Ze voelt er eigenlijk niet helemaal lekker. Ja, kan gebeuren. Vooral in deze tijd, het jaar is er ook naar, ja ik bedoel niet dat domme gedoe van corona, maar er heerst ook weer de normale griep en de mensen lopen weer te snotteren en te doen, want ja, dat weer is het nou eenmaal daarnaar. De ene loopt met de snotneus, die loopt te niezen, die loopt te hoesten, dat heeft allemaal niks met corona te maken en we gaan gewoon naar buiten. Terwijl het van Rutte niet mag, maar hij doet het zelf ook hoor. Ja hoor. Kom op zeg, waar zijn ze mee bezig? Maar in ieder geval, ze komt dus helaas niet. En nou ja, dan hebben we enkel Astrid. De huishoudelijke zorg. En, oftewel de HHZ noemen we dat in het afkorting. HHZ. Vooral op Facebook HHZ. Nou ja, huishoudelijke zorg. Ja toch? Maar in ieder geval, ik heb mijn koffie en ik ga mijn, ik heb zin in wat, mijn lunch klaarmaken. Ik had vanochtend nog niet gegeten, dus ga ik nou lekker even doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Het is hier wisselvallig qua mist en zon. Dan heb je de zon en dan wordt het weer zo grijzig, ja. Het is niet echt mistig, maar toch zie je het gaan, weet je. Dat, ik weet het niet hoe je dat allemaal noemen moet. Het is een beetje vreemd weer. Maar kan de pret niet boeien? Nee toch? Nee, kan de pret niet boeien. Ook zie ik nog steeds te wachten op telefoon uit Schagenbrug. Van het crematorium. En ja, wanneer dat zal geschieden, weten we niet. Maar ik hou jullie niet op de hoogte. En als ik het heb, zijn jullie de eerste die het weten. Ja, dat komt goed en dan gaan jullie ook gewoon weer mee. Ze zeggen lieve vrienden, geniet verder en tot later. Doei doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer even, zoals jullie allicht wel zien. Ik heb een mededeling. We konden vandaag helaas niet Ewan halen, maar ik ben gewend dat ik eerst mijn overledene diertje op kan halen voordat ik het kaartje krijg. Ja, ja, ik zet hem wel even zacht, houd je wafel. Ik kreeg het kaartje dus binnen van de crematorium, dat ze was gecremeerd. Ik ga hem even pakken trouwens, want ik heb, hij hangt aan de muur al. Ja, kennen jullie dat? Even wachten. Hou. Ik moet zo op je zeer. De bar hebben we weer. Staan blijven. Dit is het kaartje. Mooi hè? Nou, doen we hem open. Hoe lief, hè? Ja, ik ben er helemaal blij mee. Maar dat krijg je altijd normaal gesproken later. Dan dat je het diertje weer terug hebt. Dus ik heb gebeld, wat bleek.
Ze waren vandaag helemaal bezet, niemand kon er meer tussen, ze zaten helemaal vol. En vanwege dat gekke gedoe allemaal, mag er maar zoveel naar binnen toe. Dus we moeten een heleboel weer buiten blijven. Dus ze zaten helemaal vol tot vanavond 8 uur toe. Wat bleek, die mevrouw die ik aan de telefoon had, die woont ook hier in Den Helder. Dus die neemt haar vanavond mee en die brengt haar thuis. Nou, ik ben er helemaal gelukkig mee. Ja. Dat, oké. En natuurlijk is Astrid al lang alweer weg. Ja, want die heeft veel voor me gedaan. Mary die zit hier, maar die wil er eventjes niet op. Maar straks wel hoor. Ja, straks wel. Wanneer wij Eeuwen in ontvangst nemen. Maar nou wil ze even rust. Nou, dat krijgt ze van me. Maar straks komt ze er wel op hoor. Echt wel. Want ze zegt dat ze niet mooi is. Nou, ik vind haar, voor haar leeftijd, vind ik haar een mooie vrouw. Let daar straks maar goed op hoor. Heren van onze leeftijd die ook misschien kijken. Ik weet het niet hoor. Maar in ieder geval, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed. Doen wij hier aan deze kant ook. Ik ga verder met mijn soepie, want ik heb lekkere soep. Ja, yummy, yummy, yummy. Dat is toch nog warmer voor mijn handjes. Ik zal even dat ding erbij halen. Komt het naar boven toe. En het is jammer dat het geen geurcamera is, want anders dan kwam er een lekkere geur af. Ja, en er moet nog vermicelli doorheen, dus dat gaan we zo meteen mee beginnen. Dus dan zet ik hem weer lekker op, dat het weer kookt en dan de vermicelli erin en dan blijft het roeren. Dus ja, dat komt ook allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, we zien elkaar straks alweer. Tot dan, doei. Boefie. Je bent de boefie. Ja, we zitten nog steeds te wachten op Eeuwin, hè. Dat die terug is, hè. Ja. Eeuwin, hè. Waar is Eeuwin? Hopelijk komt ze zo. Hè? Ja, het licht heb ik uit. En dan gaat mijn telefoon. Even een moment. Ja, hallo schat. Hi. Ik heb mijn camera al aan, want ik zag een vreemde auto komen. Maar Mary is al weg. Oké. Ja, maar ja, nou is te wachten. En ik heb ook al gebeld, want er zou tussen 6:30 en 7:30 komen. Ja. Dus ik wacht nog steeds. Ja, maar mam, het kan ook als het zijn. Mhm. Nou, en ik sta met mijn camera op Rijka gericht. Hé? Ja nou, boefie. Oh, fotografie, foto. Ja, we zijn al aan het stoeien geweest. En dan begint ze zelf weer te stoeien met de handdoek. Hé? Ja, doe maar hoor. Hé? Mag wel hoor. Ja, mag wel. Mag allemaal. Ja, mag allemaal. Wat wil jij allemaal? Oh, nog die van mijn wijs van een hele nieuwe Facebook. Oh, zit je op de nieuwe Facebook? Ah, joh, al de tijd alleen ik vond het niet. Wat aan mijn schat? Ben je wat niet echt helemaal wijs uit? Oh ja hoor. Druk op de leden. De knop leden. Dan kom je, dan zie je ook waar je, dat je daar leden toe welkom kan heten, et cetera. Ja, maar man, ik zoek foto's ervan en ik weet ook in de foto's naar u heb gestuurd, alleen ik weet niet via welk kanaal. Van de ouders van Luffy en Beauty destijds. Oké. Okay. Die zoek ik. Oké. Okay. En want ze wonen dus niet in een helder, maar in Dringelaar. Oh, dus je was abuis? Hè? Was je dan abuis met die ene hond? Nee, maar ik kreeg het eerst van vader te horen dat we dus daar wonen. Woonde in Den Helder. Ach zo. Ik woonde dus niet in Den Helder, maar zo in Den Helder. Want ik heb ook privécontact met hem. Oké. Okay. Nou, ik zoek dus nu foto's op van de kleintjes en dat nog klein waren ofzo. Ja. Nou, nee. Het... Die auto was er dus niet.
Ja, dat is bij de buurman. Laat dat maar gaan. Nou, helaas doe ik de camera wel weer even uit. Ja hoor, we komen straks wel weer terug. Nou, lieve vrienden, hier is ze dan hoor. Mijn meisje, ons prinsesje Eowyn. De deksel zit er niet goed op, maar dat boeit even niet. Nee, hier is de tas. Ja. Maar er staat het adres op, dus dat hoeven jullie niet te weten. Ja, dat mag wel. De certificaat. Mooi hè? Ja, en ik was helemaal in paniek. Ja. Want ze zei tussen 6:30 en 7:00, nou, die vrouw die is net misschien weer 5 minuten weg. Ja, 5 minuten. Hé, en zij wou al kijken hè, in de kokerij. Ja. En dan moet Kandalf nog, maar die is boven. Hé, ja hè. Ja, schat. Ja, het licht doet je zeer in de oogjes, hè? Ja. Vrouwtje zal hem weer uitdoen. Lieve vrienden, ik hou jullie op de hoogte de komende dagen over Eowyn. Dat, ik ben even weer kapot en emotioneel. Dus, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En ook namens Eowyn in de strooikokertje. Een hele fijne avond. Welterusten, slaap lekker en tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!